aandelen BAM besmet. Vandaag vindt de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van bouwbedrijf BAM plaats. De winst over 2010 was hoger dan aanvankelijk verwacht. Goed nieuws voor de aandeelhouders. In ieder geval slecht nieuws voor degene over wiens rug deze winst mede behaald werd. BAM heeft met het consortium Port van Schiphol in 2010 een DBFMO-contract ter waarde van in totaal 400 miljoen euro binnengesleept om het nieuwe justitieel complex JC Schiphol te ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en beheren. De contractduur is 25 jaar. In JC Schiphol komt een detentiecentrum waarin mensen zonder verblijfspapieren zullen worden opgesloten. Het zwaar beveiligde complex is onderdeel van de immer in omvang toenemende deportatiemachine van Fort Europa, die mensen die hier naartoe komen om een beter bestaan te zoeken, onverbiddelijk uitwerpt. Duizenden mensen komen om in de raderen van de machinerie die onze welvaart moet garanderen. Ze verdrinken in de zee rond Fort Europa, stikken in laadruimtes van trucks, sterven op straat of in detentiecentra of maken er zelf een einde aan, uit wanhoop. Ondertussen maken bedrijven megawinsten ten koste van derde wereldlanden. BAM is een van de grote raderen van de deportatiemachine. BAM bouwt niet alleen deze gevangenis voor illegalen, maar bouwt nog veel meer gevangenissen in heel Europa. BAM bouwt ook het nieuwe NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Zonder uitbuiting, militarisme, nationalisme en racisme zou het rijke Westen zich niet kunnen handhaven. In een wereld waarin winst, hebzucht en egoïsme als kernwaarden van het kapitalisme de boventuin voeren, maakt het blijkbaar niet uit waar je geld mee verdient. Er kleeft bloed aan de handen van aandeelhouders van BAM. Dat was je niet zomaar even vanaf. Aan hen de keuze. Bijdragen aan een onnoemelijke menselijk leed of BAM dwingen een andere koers te varen. Een koers waarin het streven naar een humanere, vrijere wereld voor iedereen voorop staat. Stop de bouw van justitieel complex Schiphol. Kijk eens, dat is gewoon normaal niet. En mensen willen dat niet doen? Oh, ik snap die lui niet, hoor. Gadver. Moet kijken, heb je nog wat ontsmetting voor mij? Ja. Ik wil niet ziek worden morgen, hoor. Zo, kijk. Nou. De handschoenen aan, maar ja, dat... Ja, maar dan moet je handschoen nog even uitdoen. Ja, uiteindelijk vleet het doorheen. Het trekt er doorheen. Zo. Ik hoop dat het eindpunt komt. Zo'n dalen eronder. Die vind ik geweldig.